Arun Kumar Hardin heeft op 26 augustus zijn geloofsbrieven aangeboden aan de president van India, Draupadi Murmu. Hardin werd in juli beëdigd tot de buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor India. Suriname en India onderhouden reeds 46 jaar diplomatieke betrekkingen. Het ligt in de planning dat president Santokhi in 2023 een bezoek zal brengen aan India. De voorbereidingen voor dit bezoek zullen worden besproken in de marge van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties later deze maand. Een kleine groep zelfstandigen is de vorige week getraind in mentale weerbaarheid en ondernemerschap. Tijdens deze training, die is verzorgd door de Stichting Productieve Werkeenheden, kregen de ondernemers inzichten hoe ze moeten volharden om hun doelstellingen op lange termijn te behalen. Het ministerie van Arbeid wil met dit project jongeren overal in het land stimuleren om een micro-onderneming op te zetten en zelfvoorzienend te zijn. Onderwijsminister Marie Levens heeft gisteren een gesprek gehad met Stefanus Noordzee, die niet-residerende ambassadeur van Israël. Tijdens het gesprek zijn de mogelijkheden bekeken hoe beide landen kunnen samenwerken op onderwijsgebied. Suriname ziet graag dat naast de studentenuitwisselingen er ook mogelijkheden komen voor trainingen en stages in de techniek en landbouw. Op dit moment werken de beide landen al samen op diverse gebieden, waaronder gezondheidszorg en cultuur, vanwege de Joodse diaspora.